President Chandrika Prasad Santokhi heeft laten weten dat het de regering menens is om de watersector integraal aan te pakken en te reguleren. Tijdens een toespraak op een watersymposium gisteren kondigde hij een serie maatregelen aan. De ministers van NH, LVV en ROM zullen een onderraad water vormen. Hij vroeg deze ministers om de drie reeds lang bestaande concept grondwaterwetten zo gauw mogelijk weer op de agenda van de Raad van Ministers te plaatsen. De president benadrukte dat deze wetten cruciaal zijn om de grondwatervoorraden te beschermen en het volk te garanderen van gezond en veilig drinkwater. Minister Albert Ramdien van Bibus heeft op 6 september een toespraak gehouden voor belanghebbenden over de ontwerpwet vaststelling van regels voor traditionele en integratieve geneeskundige diensten in Suriname. Tijdens deze werksessie heeft de minister het gehad over de rol die het ministerie van Bibus hierbij kan vervullen. Voorts gaf de minister aan dat het de doelstelling van de regering is om Suriname te positioneren als een centrum voor traditionele medische systemen, medisch toerisme en internationale zakelijke partnerschappen. Het regionaal centrum voor training en technologische overdracht van het Verdrag van Basel voor het Caribisch gebied en het ministerie van ROM hebben met succes een nationale workshop georganiseerd van 6 tot en met 7 september als onderdeel van het ambitieuze programma voor duurzaam beheer van afgedankte voertuigen in de Caribische regio. Deskundigen zijn samengebracht om de capaciteit voor het milieuvriendelijk beheer van afgedankte voertuigen in Suriname te verbeteren. Dit is een belangrijke stap in de voortdurende inspanningen om de milieukwaliteit en duurzaamheid in de Caribische landen te verbeteren.